MVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Supergame en Keno Media. Ja, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van MVV TV Magazine. En naast mij op de bank vandaag Oran Zepar. Oran, welkom. Dankjewel. Ja, laat ik meteen losbranden. Wat is jouw indruk van de club? Want je bent nieuw. Mm-hmm. Indruk, ik vind wel een uitstraling hebben van een grote club eigenlijk. Mm-hmm. Ook voordat ik hierheen ging, werd ik er al op gewezen dat het een slapende reus is. Ja? Wie wees je daarop? Ja, gewoon vrienden, familie. En ook supporters van Go Ahead die dan mij ook volgen en weten dat ik hier naartoe ging. Dus die zeiden al een slapende reus. Ik dacht, ja, ben benieuwd. Maar ook gewoon als je hier binnenkomt, je voelt het ook gewoon dat het best wel een grote club is, vind ik. Ja, en aan jou... Qua historie ook natuurlijk. Ja, ja. Want wat wist je van MVV, zeg maar, voordat je kwam? Ik heb met Tom Daan bijvoorbeeld nog voetbald bij Go Ahead Eagles. Die heeft een goede tijd bij MVV gezeten. Dat het gewoon eerder altijd gewoon een Eredivisie club was. En mooi publiek en gewoon goede verhalen over gehoord. Ja. Oké, we gaan zo meteen verder met jou praten. Maar we gaan meteen eerst even naar Frans Steunis. Want die is op pad geweest met Patrick Duizings. Beste kijkers, hoe zijn ze gebleven? Zit hij op de plek waar we allemaal als bestreden er goed op zien? Maar neven mij zit erna, die heeft hij 3 jaar lang die ster op zijn borst gedragen. Petje Duizings, hij zit er neven. Pet, wie is het met dat jou? Ja, wie is het met me? Ik moet zeggen, zolang als ik in dit stadion rondloop en mijn activiteiten voor de jeugd zich uit kan doen, dan voel ik me wel op mijn gemak en in mijn sas. Ik ben hier toch wel redelijk dagelijks veel aanwezig om Elze te coördineren, te assisteren, om het zo goed mogelijk te doen met de beperkte middelen die we hebben. Ik ben naar mij, toch? Ja. Ik hou van mijn vak. Ja. En dat telt zich ook al. Ja. Ik heb 3 jaar bij MVV gevoerd. 3 jaar bij MVV, ja. Heb ze linkshalf, rechtshalf? Linkshalf, rechtshalf. Die was tweebenig, hè? Ja. Maar ik had een beetje pech. Ik word eigenlijk de nummer 13, 14 van het team. En ik heb met Van Marwijk gevoetbald, Dick Nanninga, Van der Kuilen zelfs nog, Søren Busk, Dijkstra, Van Staveren, Van Bommel, Van Poppen. Ja, dat waren gewoon fantastische voetballers. Ja, en ik kom van Berghof, het boerendorpje in de buurt. En ik kom zo schat tekort. En ik word iemand die niet 6 jaar zelf ging zitten. Dus in het 3 jaar had ik gezegd van jongens, ik vind het goed geweest. Want ik kon een baan krijgen in het onderwijs. En dat voor op dat moment in 1984 of zo, kreeg ik ook een baan kreeg en dat vond ik veel belangrijker als het voetbal op dat moment. Er was geen vaste basisspeler dan? Nee, van die 3 jaar zal ik ongeveer een 35, 40 wedstrijden gevoetbald hebben. Maar ik heb wel van die 3 jaar ontzettend veel geleerd. Met name van die oudknakkers waar wij nog 10 jaar ouder zijn, die een leeftijd hebben. Ja, ja. Bij wijze van spreken. En, maar hoe lag het dan tot ze niet direct in de basis te ontstaan? Hè? Door de trainer? Nee, aan de visie van de trainer? Ja, ook door de trainers. Ik had de pech, ik heb in de jaartijd misschien wel 4 of 6 trainers gehad. Friedel Roos. Ja. Steegman, dat was mijn eerste trainer. Westerhof, Janus Kowalik. En alle nu beginnende trainers, die gaan altijd eerst even kijken wat heb ik. Die pakken de vaste zekerheden, die pakken de oude, logisch, want die hebben meer ervaring. En als jeugdspeler kreeg ze eigenlijk in mijn ogen op dat moment te weinig ondag kansen. En ik ben een beetje ongeduldig wat dat betreft, dus nu besef ik pas waarom ze dat vroeger gedaan hebben. Maar ja, ik word toen 19 of 20. Ja, en dan meen ze tot ze vandaag meteen alles honkens. Maar achteraf is dat echt niet zo, hier. Nee, dat... Nee. Maar ja, en ik moet ook zeggen, ik word misschien te langzaam. Ja. Ik word heel snel aan denken. Maar als ik de bal verloor en ik moest achter de bal aangaan van de 10 keer, had ik hem 9 keer niet. Had ze hem niet meer in kunnen rollen. Nee, had ik hem niet meer kunnen. Dat was wel een technische voetballer, toch? Ja, want eigenlijk dat is wel weer het geluk. Doordat ik bij MVV ben gestopt. Johan Dijkstra, dat wordt toenmalige coach van Drie Koningen zaalvoetbalclub. In Maastricht, van Mai, Tettemai. Ja, ja. Oh, sorry, Mai, je mag het niet zeggen, maar het is wel zo. Mai de enige echte. Mai de enige echte. En toen ben ik gewoon zaalvoetballen en door zijn mijn capaciteiten veel beter gewaardeerd. Want uiteindelijk heb ik een jaar of 7 in het Nederlands zaalvoetbalteam gespeeld.
Ja, maar dat lag je beter. Dat wordt korter. Korter, en, kleine ruimte. Kleine ruimtes. En in het denken wordt mijn handeling sneller wel goed. Want ik heb in 1992 toch het WK gevoetbald in Hongkong met Nederlands team. En dat is dus wel gehad. Ja, wat wel, ja, dat vergeet ze dus niet meer. Nee, dus ze hebben toch eigenlijk bereikt wat ze hier zoiets willen bereiken. Ja. Op dat gebied dan. Nee, het is nog simpeler. Wie 7 jaar was, had ik een meester op school. Bert Heijnens was dat. En dat was mijn meester. En dat voetbalde het eerste van Berg. En dat was aanvoerder van Berg. En dat was meester. En ik ben er toen toegekomen. Dan heb ik tegen mijn ouders gezegd, toenmalig, van ik wil en profvoetballer worden. En ik wil meester worden. En dat is me allebei gelukt. Ja. Dus het voetballen niet alleen, maar ook gewoon het maatschappelijke. Ik zit op de Montessori school in Maastricht. Nu al mijn 7e, 38e jaar. Ja, ik dagelijks gewoon met plezier naar school. Kinderen, dat is gehad. En dat kan ik geen MVV ook weer terugvinden. Eigenlijk ook een passie. Dus eigenlijk, in het begin vroeg terug te pakken, ik voel me prima. Ik begin alleen maar te kwakkelen met gezondheid. Ik heb een ingreep in het hart gehad en ze gaan allemaal. Niet van de stress, maar gewoon van Gert. Misschien van de Jupke zou ook kennen. Maar ik heb de ingreep gedaan 5 maanden geleden. Ik heb een ablatie gehad. En hart met mijn stoornis hebben ze weg kunnen werken. Dus en ik voel me eigenlijk conditioneel topfit. Dat is toch het allerbeste, hè? Dat is het allerbeste. En je hebt toch een sterrenhart, hups, hè? Hey. Ik heb een echt goed sterrenhart. Ja. En ik hoop echt dat met name de jeugd de komende jaren nu ons echt daadwerkelijk de kans gekregen. We hebben nu de nieuwe academie. En ze mag ook klein moesjes voetballen, toch elke zondag in de basis. En dat deed het eigenlijk elke zondag beter. Ja, toch voor de toekomst gewoon veel meer jeugdspelers bij het eerste krijgen. Want dat is toch de betrokkenheid met die Maastrichtse ster. Ja, dus ik zou zeggen, Pep van Grondaveur allemaal. Ik wens je hiervan geluk. Ja, dankjewel. Zoek hier gooi voetballen zo goed. Dankjewel. Tot ik hoop nog dat ik mag metmaken, tot jij dan neven die zit. Ja. En tot voor kinderen zeggen, goh, even dadelijk een kwartier maar weer Oetje is hier van kampioen. Ben ik met de eens. Hartstikke bedankt, aardig gezond en kiekels. Tot de volgende keer. Tot ziens, hoi hoi. Ja, Oran, laten we meteen beginnen met de vliegende start die je eigenlijk hebt gemaakt. Want je scoorde in de 4 duels die je meedeed, de eerste 4 duels scoorde je meteen 4 keer. Mm-hmm. Lijkt mij voor een speler die normaal gesproken maar 1 of 2 keer in een seizoen scoort, als ik naar jouw lijst kijk, best bijzonder. Ja, is het ook zeker. Ja, het begon goed, Utrecht uit. En daarna eigenlijk onverwachts een blessure opgelopen. Mm. Ja, zo uit het niets. Had ik ook geen invloed op. Ook niet tijdens de training gebeurd of zo. Alleen daarna gelukkig goed terug kunnen komen en mijn doelpunten kunnen maken. Ja. Hoe verklaar je dat je opeens zoveel scoorde? Ja, ik ben wel een type speler die graag in de 16 komt. En afgelopen 2 seizoenen heb ik bij Helmondsport gespeeld. Ja, ben ik ook veel achterin gaan spelen. Mm-hmm. En, de trainer destijds had een ander idee over mij. En hier word ik wel gezien als middenvelder gelukkig. Mm. En, dan kom ik ook meer in mijn kracht. En ik kijk er niet raar op dat ik nu 4 goals heb gemaakt. Maar het is wel mijn bedoeling om ook goals te maken als middenvelder. Mm. Zeker met mijn diepgang en stond ik toevallig op de goede plek op bepaalde momenten. Ja, en je kreeg in de wedstrijden daarna, bijvoorbeeld tegen VVV en tegen Dordrecht, ook je kansjes. Ja, en dat wil ik ook graag blijven doen. Die kansen creëren ook voor het team belangrijk zijn. Ja, want laten we daar even duidelijk zijn. Jouw absolute voorkeur heeft die positie wat je nu heeft en niet meer dat je naar achter moet. Ja, ik speel het liefst zo diep mogelijk op het middenveld. Mm. En liever niet achterin, nee. En ik heb dat toen destijds gedaan om ook het team te helpen en zo eigenlijk. Ja. Heeft het zich zo ontwikkeld. Ja. Nog een opmerkelijk feitje was dat je kwam tegen FC Eindhoven het veld in en je scoorde al, wat was het, 8 seconden heb je ze geteld? Ja, ik heb niet geteld, maar ik weet wel vrij trap. We hadden een vrij trap en ik kwam toen net in. En ik dacht nog, zal ik inlopen of niet? Ik blijf even hangen. Hm. Ja. Was het zoals ik net zei, stond op de goede plek, kon aannemen en gelijk afdrukken. Ja. Ja, dat was, ik weet niet binnen hoeveel seconden, maar het was in ieder geval heel snel. Ja. En mooi dat je dan die wedstrijd zo wint. Ja, hartstikke mooi. We gaan zo verder praten, maar we gaan het eerst over een stukje historie hebben en wel over het briefje van de trainer. We zijn vandaag weer bij de historische vitrines van MVV.
Achter ons in de businessruimte staan 5 kasten met allerlei materialen die de werkgroep Historie van de vereniging MVV Maastricht heeft verzameld om aan iedereen die een warm MVV een warm hart toedraagt te laten zien. Vandaag hebben we een speciaal onderdeel eruit gehaald, namelijk een briefje van de trainer van MVV van 3 november 1963. Dit briefje was gericht aan René Keulen. René Keulen was speler van MVV 1. René Keulen woonde toen bij zijn moeder op de Statensingel. Zijn zus woonde ook op de Statensingel, iets verderop. Zijn zus had iets heel aparts, namelijk een zwart-wit tv. De enige in de straat die dat had. Op zaterdagavond was er een mooie film op tv. En René dacht, ik ga naar mijn zus om naar die film te kijken. De film was om 22:30 s'avonds afgelopen en René was tegen 22:45 thuis bij zijn moeder. De dag daarna moest hij spelen met MVV 1. Echter, op de deurmat lag een briefje van de trainer, de heer Braaksma. Die was om 22:37 aan de deur geweest en René Keulen was niet thuis. Dat kon niet, dat mocht niet, foute boel. René meldde zich de dag daarna in het stadion om te spelen met MVV 1. Hij mocht spelen, maar wegens het niet op tijd thuis zijn, kreeg hij een boete van 75 gulden. 75 gulden was in die tijd veel geld. Want spelers die in MVV 1 speelden, kregen in 1963 bij een overwinning 50 gulden. Dus hij moest veel aan MVV betalen. Dat heeft hij gedaan, maar heeft het daarna nooit meer gemaakt dat hij niet op tijd thuis was. Dit aparte briefje staat in onze vitrines en kan iedereen zelf komen bewonderen. Ja, Oran, je bent dus hebt een transfer gemaakt van Helmond Sport naar MVV. Hoe ben je bij MVV dan terechtgekomen? Hoe gaat dat dan? Ja, ik was op vakantie en ik zat in het restaurant met mijn vriendin. Ja. En ik kreeg een appje van mijn zakenwaarnemer die dan voor mij aan het rondkijken is van welke opties beschikbaar zijn. Hmm. En hij stuurde mij berichten over MVV. En vond ik mooi en ben ik er naartoe gegaan. Ja, toen ben je eerst op proef geweest, toch? Ja, ik ben eerst een paar dagen op proef. Ook voor mezelf om te kijken hoe het voor mij ook bevalt. En dat beviel goed van beide kanten. Dus vandaar dat ik ben gebleven. Ja, en gaat dat dan altijd zo? Dat je dan je contract loopt af bij een andere club en dat je dan zeg maar wacht waar de zaakwaarnemer mee komt? Ja, je kan wachten wat de zaakwaarnemer ergens mee komt. Maar ik was zelf ook heel erg actief. Mm. Want ik vind het ook wel graag om zelf ook een touwtje in handen te hebben en gewoon contact op te zoeken met mensen. En je hebt toch een bepaalde connecties nodig. Zeker als je een seizoen hebt gedraaid waar je niet opvallend bent geweest, dan is het toch lastig om een nieuwe club te vinden. Mm. Maar goed, ik heb wel veel wedstrijden gespeeld en ik wist ook wel dat het goed zou komen. Alleen ik ben toch wel iemand die graag om zich heen kijkt en ook zelf actie wil ondernemen daarin. Ja. Als we kijken naar jouw carrière tot nu toe, heb je gespeeld bij Telstar, Go Ahead en Helmond Sport. Vergeet ik dan iemand? Nee. Hoe zou je die carrière tot nu toe omschrijven? Ja, een carrière die ik graag anders had zien lopen. Ja? Want ik heb vanaf mijn 18e ben ik aangesloten bij Go Ahead. Daarvoor speelde ik altijd bij amateurs. Mm-hmm. En daar ging het gewoon heel goed. En heb ik een 4-jarige contract getekend. En ben ik, heb ik gelijk de promotie meegemaakt met de club. Gelijk een mooi moment in mijn eerste seizoen. Mm. En zij gingen de Eredivisie in. En het leek het was handiger als ik ergens minuten kon maken. Dus vandaar dat ik naar Telstar ging, werd ik verhuurd. En dat was een goed moment eigenlijk. Alleen daarna toen ik terugkwam, kwam ik geblesseerd terug. En weinig gespeeld. Wisselingen van trainers. En iedere trainer heeft een eigen idee. Mm. Een beetje wisselvallig allemaal. Maar goed, uiteindelijk werd achter hem gelaten en de stap bewust naar Helmond gekozen om ook veel aan spelen toe te komen. Ook op mijn positie. Alleen, dat is ook allemaal anders gegaan dan wat je gehoopt had. Ja. Dus nu hoop ik weer een stap te maken. Wat is dan het doel wat je voor ogen hebt voor jezelf voor de komende jaren? Ja, ik heb wel bepaalde ambities en doelen dat ik in ieder geval mezelf nog verbeter. Hmm. En ik zou heel graag bijvoorbeeld ooit een keer in Duitsland voetballen, dat heb ik altijd al gezegd. Mm-hmm.
Want ik wil toch ervaringen opdoen tijdens mijn carrière en dingen willen zien en meemaken. En maar eerst met MVV goede seizoenen knallen en dan weer door. Ja, heel goed. Oké, we gaan eventjes naar de bar, want daar zit perschef Jurgen Simon en die spreekt daar met Jasper Jongen. Ja, dank je Stefan. Inderdaad, naast me zit Jasper Jongen, de voorzitter van Veerzien MVV. Welkom hier in de businessruimte. Jasper, vertel eens voor iedereen die het nog niet weet, wat is Veerzien MVV? Veerzien MVV is ooit in 2010 als stichting begonnen. Met eigenlijk één doel, MVV ondersteunen en dan vooral op financiële gronden. Bij ons kon je dan je aansluiten als donateur. Dat kost een tientje per maand. Je kon op het einde van het jaar dan stemmen eigenlijk waar jouw tientje naartoe ging. Zo is ooit het model in 2010 begonnen. Inmiddels denk ik dat we de afgelopen jaren ons op meerdere manieren in het stadion hebben laten zien. Maar van oorsprong zijn we eigenlijk gewoon een donateurstichting. Ja, jullie hebben altijd pijlers, ieder jaar. Wie bepaalt die pijlers? Zijn dat de supporters zelf? Zijn jullie dat als bestuur? En waar komen die pijlers vandaan? Nou, we hebben drie pijlers bedacht eigenlijk als hoofdthema. Dat is MVV 1, de jeugdopleiding en supporterszaken. En met die pijlers gaan we eigenlijk naar MVV om te zeggen, we zijn op zoek naar doelen, waar kunnen we nu de club mee helpen? Dus waar hebben jullie eigenlijk geen geld voor, maar zouden jullie wel graag geld voor willen hebben? En past dat in die pijlers? En dan gaan we samen met MVV kijken om die pijlers invulling te geven. De donateur kan kiezen van ik wil dat mijn tientje gaat naar pijler 1, 2 of 3. En als hij in principe kiest voor pijler 2, de jeugdopleiding, dan gaat in principe zijn tientje naar het doel wat in die pijler hoort. Dus wat we dan samen met MVV kiezen, daar kiezen we eigenlijk de doelen mee. En de donateur mag dan kiezen op welke doelen hij vindt of zij vindt dat het tientje besteed moet worden. Ja, jullie geld wordt ook wel besteed aan zomeraankopen, winteraankopen. Afgelopen zomer in dit transferwindow hebben jullie ook geholpen met spelers. Wie zijn er gekomen? Ja, we hebben dat niet echt altijd naar één speler toe. We zeggen tegen de club van we willen jullie graag helpen. Nou, een van die doelen die we in de pijler altijd opnemen is het doel selectie. Dat is een doel wat heel veel donateurs heel aantrekkelijk vinden, want die vinden juist dat hun tientje op het veld zichtbaar moet zijn. Nou goed, zichtbaarder dan de selectie kunnen we het niet krijgen. Alleen het is te gevaarlijk en ook niet onze bedoeling dat we hier op kantoor zeggen van we zouden graag die speler willen hebben of we willen die speler betalen. Dus we geven eigenlijk MVV dan iets meer budget. En met dat budget kunnen ze bij een aantal spelers zeggen nou we geven jullie toch nog ietsjes extra omdat we net iets meer budget hebben. Waardoor wij hopen dat we net dat kleine zetje extra kunnen geven om die sterkhouder wel hier naartoe te laten komen. In plaats van dat hij net voor een andere club kiest omdat hij net iets meer betaalt. Ja, hoeveel donateurs zijn er eigenlijk op dit moment? We hebben op dit moment 310 donateurs. Oh, dat is mooi. Maar jullie kunnen altijd natuurlijk meer donateurs gebruiken. Ja, dat geldt voor alles eigenlijk. We willen graag groeien. Die 310 is voor ons wel een heel goed aantal al. Maar we zouden dit jaar eigenlijk het stapje richting de 400 willen nemen. Om eigenlijk te willen kijken hoe we toch eigenlijk ook naar de club toe de volgende stap in de ondersteuning kunnen doen. Want als wij 100 donateurs meer kunnen hebben, kunnen we natuurlijk nog meer doelen voor de club realiseren. Dus dit jaar hebben we als doel dat we echt nog een stap kunnen groeien. En we zijn altijd op zoek naar nieuwe donateurs en mensen die eigenlijk naast hetgene wat ze al doen, want heel veel mensen hebben al een seizoenkaart, zijn al lid van de supportersclub of de vereniging, om toch nog te kiezen om ook dat tientje extra dan via Veerzien MVV naar MVV te geven. Ja, jullie hebben een eigen website, hè? Ja. Daar kunnen de mensen de pijlers op zien, kunnen ook zien hoe ze lid kunnen worden. Ja. Wat doen jullie nog meer? Ja, we hebben de afgelopen 7 jaar de catering in het stadion gedaan. Dat is een bijzonder mooi uitstapje geweest, maar ook denk ik voor de club financieel heel aantrekkelijk geweest. Mm-hmm. Dat hebben we met een klein team van vrijwilligers die afgelopen jaren gedaan. Waardoor we eigenlijk, want onze stichting wordt eigenlijk door de vrijwilligers gerund. Op het einde van de rit toch een heel mooi bedrag aan MVV hebben kunnen overmaken. Daar kennen de meeste donateurs, maar ook de meeste supporters ons de afgelopen jaren van. Omdat we daarmee een heleboel zichtbaarheid extra in het stadion gekregen hebben. We hebben behalve de catering ook een aantal jaar de merchandise gedaan. Dus daar hadden we een aantal verkoopstandjes in het stadion waar mensen de merchandise konden kopen. Dat hadden we dan zelf ontwikkeld, samen met de wedstrijdshirts uiteraard. En dat was ook een hele leuke bijdrage om en iets naar de supporters te doen. Want dat is wat we met de catering ook leuk vinden, dat je ook voor je supporters iets doet. Mm-hmm. Maar aan de andere kant ook geld genereren, want dat is eigenlijk de hoofdmoot, geld genereren voor de club. Ja, hoeveel geld hebben jullie in al die tijd eigenlijk bij elkaar opgehaald? Wij staan bijna op 800.000 euro. Ja, dan word je dus een van de hoofdsponsoren van MVV.
Ja, dit is altijd een lastige discussie, want wij zijn supporters, wij zijn geen sponsoren, dus wij willen ook niet op de plek van een commercieel bedrijf gaan zitten. Maar ik denk dat wij in de afgelopen jaren regelmatig de partij waren, laat ik het zo noemen, die het grootste bedrag aan MVV overmaakte in een seizoen. Ja, want jullie staan ook eigenlijk ieder jaar op het shirt. Ja, daar betalen we niet fysiek voor. Het is niet dat wij daar donateursgelden of andere gelden voor gebruiken. Maar dat is wel een stukje waardering voor de club. Dat ze eigenlijk op die manier laten denken van, of laten zien dat wij als donateursstichting, maar ook onze 300 donateurs, die echt iedere maand weer dat tientje naar de club overmaken, dat die heel erg gewaardeerd worden. En ja, dat is natuurlijk prachtig om te zien dat dat ja, op dagelijkse basis op het shirt zeg maar zichtbaar is. Ja, MVV bestaat komend jaar 120 jaar. Gaan jullie daar nog iets speciaals mee doen? Jazeker. Ja, wij hadden eigenlijk vorig jaar al het idee om op 2 april een evenement te gaan houden. Nou goed, door de coronasituatie hebben we dat eigenlijk een jaartje maar opgeschoven, omdat dat niet zo slim was om dat afgelopen jaar te doen. Mm-hmm. Voor komend jaar hopen we dat het wel door kan gaan. 120 jaar is meteen ook een hele mooie, mooi rond getal eigenlijk. Dus we willen voor de supporters een feest gaan organiseren op 2 april op een hele mooie locatie in de stad Maastricht. Waar we eigenlijk de club en de stad samen willen verbinden. En we kunnen daar nog niet alle details over prijsgeven. Dat willen we heel snel wel gaan doen. Maar dat wordt een enorm mooi stuk om de club te verbinden met de supporters. Om eigenlijk als supporter ook weer een keer een hele leuke dag met spelers, met selectie, maar ook vooral met elkaar. En ook met de jeugd daarin. Om op een hele mooie manier zowel de verjaardag van MVV te vieren als ook weer de hoop natuurlijk, want dat is ook een van de doelen, dat het mooi is om ook weer een bedrag extra te kunnen ophalen voor de club. Oran, woon jij nu in Maastricht? Ja. Ja? Ik woon hier 3 minuten vandaan. Oké, waar precies ongeveer? De buurt van, hoe heet dat nou, Limmel, dacht ik? Meersenderweg. Oké, ja. Dus station en Wiekerpoort in, uit mijn hoofd. Ja, aan de andere kant, station is dan meer die kant op. Oké. Okay. En ik woon echt langs de snelweg eigenlijk. Oké. En verliefd, verloofd, vertrouwd? Verliefd. Ja. Nog steeds. En ja, dat eigenlijk. Ja. Wat kun je nog meer over jezelf vertellen? Wat zijn je hobby's en zo? Ik speel gitaar. Ja? Ik ben muzikaal. Gamen doe ik wel eens. Films kijken, uitgaan met vrienden. Ja, dat eigenlijk. Ja. Ja. Ik heb een hond. Zlatan. Zlatan, oké. Dat is een bewuste keuze om hem zo te noemen. Ja, zo te noemen, zeker. Want heeft hij gelijkenissen met de voetballer? Nee, dat niet, maar gewoon, ik voel het wel vet ernaar. Ja, oké. Wat vind je van de stad verder? Een hele mooie stad, leuke stad. Ik ben er al vaak geweest. Dus dat bevalt me heel goed. Mm-hmm. Echt, echt mooi. Ja. Zeker. Dus dat is toch genoeg te doen voor je? Ja, ook. Het is gewoon echt een stad. Ik ben op meerdere plekken geweest in Nederland. Ik heb op meerdere plekken gewoond, maar Maastricht is wel echt een van de mooiste, laat ik zo zeggen. Ja, dat wilden we horen. Heel goed. Heel goed. Oké. Een van jouw collega's, Matteo Waam, die staat inmiddels klaar. Want die gaat samen met Kenneth gaat hij latje trappen. Ja, weer de tweede aflevering van Latje Trap. Ja. 10 ballen, 45 seconden. Jij hebt Sven vorige week gezien. Ja, klopt. Hoe vond je het gaan? In het begin trapte hij ze niet echt raak, maar dan op het einde zat hij wel op dreef. Dus ja. Hij raakte er 3 volgens mij. Ja. Dus ik ga proberen beter te doen. Hè. Hoeveel denk je? Laten we zeggen 4. 4? Ja. Oké, dan sta je bovenaan de ranglijst. Ja, hè? Dat is de bedoeling. Hè? En speelt er al een beetje in de kleedkamer? Hebben ze al op Sven gereageerd? Ze zeggen van 3 is weinig, maar ja. Ze moeten maar zelf eens komen trappen. Hè. Dus precies, we zullen zien wat het geeft. Iedereen komt aan de beurt. Dus okay. Succes, 10 ballen, 45 seconden. Goed, ik ga aftellen. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1, go. Ah. Oh, 4. 4? 25 seconden. 25 nog? Ja. Ja, te snel hè? Nee, het was te snel. Dat was perfect hè? Ja, wat ik gehoopt had hè. Ja, dus je had gelijk, Sven. Was niet zo goed hè? Nee, ja, 4 is ja. Je staat bovenaan de lijst. Voorlopig hè? Ja.
Succes. Ja, we gaan door met de volgende. Dus ik hoop dat je bovenaan blijft. Dat is goed, dankjewel. Ja, ongelooflijk. 4 keer de lat heeft Matteo geraakt. Super knap. Hieronder de prijswinnaar van het MVV-shirt. Gefeliciteerd. En wil je ook zo'n shirt winnen? Dat kan. Want Marco Kleine is de volgende keer aan de beurt. En hoe vaak raakt hij de lat? info@mvv.nl het antwoord naartoe sturen. En wie weet komt het shirt van MVV jouw kant op. Bedankt voor het kijken en terug naar de studio. Oran, wat voor jongen ben jij in de groep? Ja, ik ben veel aan het ouwehoeren eigenlijk. Ja? In de groep. Oké. Ja, ik ben gewoon lekker mezelf. Gewoon een beetje ouwehoeren met de jongens. Een beetje lol maken, zeker. Hm. En op het veld hardwerkend, dat altijd. Ja. Ook aanwijzingen gevend aan jongere ploeggenoten? Ja, daarin als dat nodig is, dan doe ik dat zeker, ja. Mm-hmm. Ja. Ja. Hoe zou je die sfeer in die groep omschrijven? Want dat is natuurlijk een mix van niet alleen Nederlandse jongens, maar ook jongens uit België die de taal wat minder machtig zijn. Ja, Frans sprekende jongens ook, ja. Duits. Ja, het zijn allemaal goede jongens, dat wel. Zeker. En de sfeer is ook eigenlijk gewoon heel goed. Mm. Alleen toch in wedstrijden soms wat harder zijn naar elkaar toe. Dat is wel wat nodig, wat echt nodig is. Ja. Elkaar erop wijzen wat fout gaat. Af en toe een keer vervelend woordje zegt tegen elkaar. Mm. Dat gebeurt te weinig. Ja, gebeurt wel te weinig. Ja. Ja. En jij bent dan in dit geval een van de ouderen. Je bent nog niet zo heel oud, maar je bent natuurlijk wel een van de meer ervarende spelers. Mm-hmm. Ligt die rol dan ook bij jou in dit geval? Ja, ik denk dat die rol wel op mij moet nemen. Nu ik 25 ben dan, en een van de ouderen ben in de groep, is dat wel. Ja, moet ik dat wel voor me eisen, dat zeker. Ja. Ja, ja. En moet ook kunnen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Oké. We gaan. Een van de jongere spelers in de groep is Alain Delferrière. Mooie naam overigens, Alain. En hij is 25 vragen gesteld. Oké, Alain, ik ga je een paar vragen stellen. 25 in totaal. En jij moet kiezen: okay. Liverpool, Real Madrid, AC Milan of Ajax? Liverpool. Puma, Adidas of Nike? Puma. Netflix of gewone televisie? Netflix. Porsche of Ferrari? Porsche. Big Mac of patatje met mayo? Big Mac. Bioscoop of terras? Bioscoop. Kunstgras of natuurgras? Natuurgras. Zwart, bruin, rood of blondine? Blondine. Messi of Ronaldo? Messi. Vlees of vegetariër? Vlees. Apple of Samsung? Apple. Voetballen bij regen of droog weer? Voetbal bij regen. Biertje, cocktail of frisdrank? Frisdrank. Club Brugge, Genk of Standaard Luik? Standaard Luik. Zelf voetballen in Engeland, Duitsland of Spanje? Engeland. Wintersport of zomervakantie? Zomervakantie. Koffie of thee? Thee. Vakantie in een caravan of hotel? Hotel. André Rieu, Ed Sheeran of Drake? Drake. New York, Amsterdam of Peking? New York. Liever appen of bellen? Appen. Hond of kat? Hond. Facebook of Instagram? Instagram natuurlijk. Borsten of billen? Oh. Billen. De beste voetballer aller tijden is? Voor mij Ronaldinho. Dankjewel. Dankjewel. Oké, Oran, we hadden het er al eerder over. Je had er vier wedstrijden in het begin. Hè? Heb je voor jezelf een doel hoeveel het er uiteindelijk moet worden? Ja, dat heb ik voordat het seizoen begon, heb ik het wel met mezelf een beetje afgesproken. Dat ik wel 10 goals wil maken. Oké, ja. Oké. En dat terwijl je eigenlijk in voorgaande seizoenen. Maar toen heb ik het ook gezegd, 2 jaar geleden. Oké. Okay. Zeker. Alleen ja, het. Ging toch anders dan dat je gehoopt had. Mm. En dat ligt ook aan mij. Dat ligt ook op dat moment, de periode waar je in zit. Kijk, het kan niet altijd even goed gaan. Maar ik ben wel altijd doorgegaan en ik wil toch wel mijn doelen bereiken. En toch een goed seizoen draaien. Ja. En daarin vind ik ook dat ik gewoon die goals moet maken. Ja. Ja, je zou haar zeggen, als je fit blijft en met dit ritme en hoe vaak je nu voor de goal komt, dat niet meer mis zou kunnen gaan. Nee, kijk, ik blijf daar heel rustig onder. Ik ga mezelf daar niet mee gek maken van ik moet. Kijk, ik wil ook assist geven en gewoon ook mijn taken die ik moet doen gewoon belangrijk zijn voor het team. Mm.
En ja, als ik daar niet de 10 goals haal, oké, weet je. Maar als we wel gewoon goed spelen, is het ook goed. Ja. Is dat zoiets wel wat je ook wel met de trainer bespreekt? Dat de trainer zeg maar op de hoogte is van jouw doel daarin? Of is dat echt iets persoonlijks? Ja, de trainer weet dat wel. Dat heb ik ook naar hem uitgesproken. Hmm. Ik denk dat het gewoon belangrijk is voor iedere speler dat je gewoon een doel hebt waar je naartoe wil werken. Zoals ik al als ambitie heb, dat waar ik ooit wil voetballen, weet je. Dat, ja, je moet het toch wel een beetje voor leven en voor... voor werken. Mm-hmm. Ik denk dat het motiverend is. Motiverend werkt voor een speler. Ja, ja. Dus vandaar. Ja. We gaan in de gaten houden, Oran. Dankjewel voor jouw komst en heel veel succes. Dankjewel. En de kijkers thuis, bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer bij MVV TV Magazine. Doei! MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Supergame en Keno Media.